gaan we naar een loodje doen. Ja. Dus dat is wel lekker. Wat lopen we daar? Heuveltjes. Nee, dan wel. En een elk paard. Ja? En een buffel. Ik denk dat het een buffel. Die olifantenkudde staan waar ze continu over hebben in Chobi. Ja. Zijn gemigreerd of zo. Of in een ander gebied zitten. Witte vogel. Nee, alle witte vogels kunnen eruit. Kittenvogels had. Wil je echt door maar eens proberen? Wat gaat dat? Dikke eend. Wat voor eend, ja. Kek eend. Kek eend. Dit is het niet, maar ik bedoel. Het zou kunnen, ja. Maar die is toch niet zo rood op het plaatje? Hij is ook niet zo groot, wat we net zagen. Nee. Oké. Okay. Zo raak ik die lelijke eend van net. De eend, waar is de eend? Zijn zak. Thank you.
die allemaal, joh? Geetkevers. Allemaal dolsten. Allemaal tyfus heen gereden. Zegt de een tegen de ander. Ja, ik ga je tegenhouden, vriend. Ja, kom maar eens aan. Skateavond. Wil je nou geuit worden of zo? Dan trek je af. Ja, wat krijg je dan? Nu zijn we ingehaald. Rezen. Volle bak erlangs. Hoe ver zullen we inmiddels zijn op het weggetje? Oh, kom in de buurt. Kom bijna weer waar die wegen bij elkaar gaan en dan nog een paar stukje. Dan zien we weer niks. Als die weg open is. Ja, dat zal dan wel fijn zijn. Zo is hier natuurlijk één optocht. Ja. Dat zou best wel kunnen. Maar wanneer is hier het hoogste seizoen? Ik denk een paar maanden terug of zo. Een paar maanden terug. Ja. Misschien juni of zo, kan ik voorstellen. Is het wel weer groen? Ja. Iets minder heet. Minder heet, dan kun je dat. Ik zou zeggen, het is nu heet. En die warme liefde ook. Ik denk dat die beesten dat niet meer opkomen daar, want er is een bal aan. Lijkt mij niet. Dit is denk ik waar die weggetjes bij elkaar komen. Ja, dat zal wel een beetje zijn. Het is ook wel een beetje ergens leeg. Ik zweet je niet. Saai bestaan hoor, als je een beetje in je eentje. Waar zijn toch die leeuwen dan?
En toen zei de kuddevorming gewoon niet zo heel groot hier, van dieren. Dus je hebt inderdaad wel deels geïntegreerd zijn aan de land in of zo, dat zou kunnen. Ja, het is wel voor alle dieren wat, zoals dat er niks is. Nee. Kom je nou bij de lodge uit? De lodge is toch de hele andere kant, hè? Komen we net niet bij die lodge uit. Oh, die lodge bedoel je? Daar, want hij steekt uit die bomen. Hier stond het eten bezig hier. Keer weer om. Zijn. Ja, die keer ook al om. Ja, ze zeggen ook wel dat het leuk is. Ja. Wat is het dan? Er is het viewpoint of zo. Ja. En? Nou, oké. Okay. Zet haar maar op de dode einde. Die wacht wel verliefd, hè? Zo. Zo, die zit in een bikini ons lodge. Oh, oh. Oh, ga ik dat zitten aftrekken in het zwembad. Toch gewoon hier of grote stukken dan door de eerste. Huh? Stukken door stukken. Nou, wat een mooi uitzichtpunt, zeg. Wow. Zoveel uitzicht. Deel. Ik denk het wel, ja. Krokodil! Ah, spottetje! Stap uit, hoor. Oh, wat een indrukwekkende foto. Ik denk onder water, kijk beest. Ja, we weten wel veel. Misschien kom ik nog. Ik was afgewend. Ik heb het goed gedaan, hij zit vast in die plas. Zit ik ook. Het is wel heel klein krokodilletje trouwens. Het is ook alligator. Ik ga anders even het water in, kijk wat het is. Nee, ik gooi die bol af. Dus, nee. Nee, het had ook krokodil moeten zijn. Een kleintje dan iemand. Oké, okay. Nou, we laten zo'n mooie foto uit midden in krokodil. Loop dan. Deze zijn een luidende bevolking. Die zijn echt paren over. Ja. Als je dop kijkt. Als je hem niet eens kijkt. Die ziet hij niet. Dan kan het ook harder, Tim. Wel die ik net zei, of niet? Ja, het was degene die aanwezig was waarschijnlijk. Zover was er niet naar het uitgebeeld, wel. Dat kan het. Ja, hij zegt, Google Maps zegt nu al nog verder. Anders kun je hier ook naar rechts. Recht
is die weg, toch? Nee. Nee, niet. Ja, succes. Mooi weg. Rechts aan dan. Dat is Michel's vrouw, ja. Hier is die afslag, toch? Ja.